Hij zo geleidelijk denkt, althans ik denk dan meteen van lampje, batterij en laat het spul maar stromen. Maar geleiding kan natuurlijk ook wezen andere zaken. Warmte of kou. We gaan het erover hebben. Eerst over warmte. Ja, je hebt warm en je hebt minder warm. Of warm en koud. En dan kan er dus warmte gaan stromen van warm naar koud. Ja, en warmte is natuurlijk energie. Dus als er warmte stroomt, dan is er energie die stroomt. En het gaat altijd van hoog naar laag. Energie gaat altijd van hoog naar laag, dus warmte ook. En de energie, warm, ja, dat is eigenlijk de energie dus die in een gas zit, die in een materiaal zit. En dat is de interne energie en het zijn de moleculen die ontzettend hard bewegen als ze ontzettend warm zijn, oftewel de kinetische energie van de moleculen. Dat is warmte. En dat kan dus van de ene plek naar de andere plek. En dat kan via geleiding. Stel je voor, je hebt een lekker potje soep, flink heet natuurlijk, eet er een opscheplepel in. Nou, dan zal die lepel in het begin koud wezen, maar na verloop van tijd wordt die toch behoorlijk heet. Oftewel, er gaat warmte van de soep door de lepel heen. Hoe kan dat? Nou, kijk, hier is een stukje lepel en de ene kant van de lepel zit in de hete soep en de andere kant is nog koud. Nou, is de soep hier, die beweegt als een maal natuurlijk, het is heet, en die geeft die energie door aan een molecuul in een lepel. En de molecuul in een lepel, die geeft ook het door aan de buurman. En de buurman, die denkt van, hé, die andere buren kunnen ook wel mee bewegen. En zo krijg je dus dat die energie wordt getransporteerd van links naar rechts, oftewel de warmte wordt geleid. Nu heb je natuurlijk ook ander materiaal waarbij die binding minder sterk is. Ze zitten wat verder uit elkaar of wat dan ook. En dat betekent natuurlijk dat de warmte gaat dan wel van links naar rechts. Maar ja, het duurt gewoon wat langer voordat het helemaal geleid is. Oftewel, het is afhankelijk van het materiaal hoe goed warmte geleidt. En dat is het verschil tussen vaste stoffen. En daar heb je ze vlak bij elkaar. Vloeistoffen zitten ze wat verder uit elkaar. En gassen, ja, zit er nog wel een verband tussen. Oftewel, gassen zo ontzettend slecht warmte kunnen geleiden. En dan heb je ook nog niet alleen vast vloeistof gas, maar als je nog vaste stoffen hebt, metaallepel of steenlepel, metaal zal de warmte veel beter kunnen geleiden dan steen. En dat komt omdat metaal elektrische geleiders zijn. En dat betekent dus dat daar vrije elektronen in zitten. Ja, die vrije elektronen kunnen elektriciteit ontzettend goed geleiden, maar ook warmte. En dat is dus iets, goede elektrische geleiders kunnen ook hele goede warmtegeleiders zijn. Een mooi overzicht, vast en vloeistof, ja, die hebben nog wel binding. Bij vast is er een ontzettend sterke binding, vloeistof is die klein, maar toch, ze blijven nog wel bij elkaar. En door die binding kan er warmte worden overgedragen. Bij gas is die binding eigenlijk afwezig. En dat betekent dat er is nog wel warmteoverdracht mogelijk, maar dat kan alleen maar omdat ze botsen, maar niet omdat er een binding is. Maar als je twee gewone metalen hebt, aluminium en ijzer, dan zit natuurlijk ook nog verschil in warmtegeleiding. En als ik ze beide ga verwarmen, dan zullen we zien dat bij aluminium de warmte veel sneller gaat dan bij ijzer. En dat kun je ook zien als je binas erbij plakt. Binas, tabel 8, gegeven metaal, daar zit een kolommetje met warmtegeleidingscoëfficiënt. En dan zie je dat aluminium daar een waarde 237 heeft en die is veel groter dan ijzer, 80,4. Die warmtegeleidingscoëfficiënt die geeft aan hoe makkelijk warmte er doorheen kan gaan. Ja, oftewel hoogwarmtegeleidingscoëfficiënt, makkelijker warmtetransport. Warmtegeleidingscoëfficiënt symbool is de Griekse letter lambda. En als we eventjes wat met binas gaan kijken, pak we eerst eventjes de metalen. Redelijk hoge warmtegeleidingscoëfficiënt, natuurlijk niet allemaal, maar als je bijvoorbeeld koper pakt hier, ja, koper heel hoog, want ja, koper
is natuurlijk een hele goede elektrische glijder. En hoge elektrische glijding betekent ook een grote warmtegeleiding. Als je naar legering kijkt, ja, dan zul je zien dat ze ook redelijk goed de warmte geleiden. Gemiddeld iets minder mentaal, want legering zullen ook iets minder elektrisch geleiden. Ga je niet naar legering kijken, maar ga je naar overstoffen, dan zul je zien dat verreweg de meesten daar al behoorlijk slecht warmte geleiden. Ja, en dat komt ook wel redelijk in de buurt van de vloeistoffen. Met vloeistoffen bijna alles, ja, lage waarde, behalve natuurlijk kwik. Ja, 10,4, die schiet er bovenuit. En dat komt natuurlijk omdat kwik is een vloeibaar metaal. En metalen, die glijden weer warmte juist beter. Ga je niet naar vloeistoffen kijken, maar naar gassen. Nou, een beetje opschuiven. Zo, dan zul je zien, hé, hoge waarden. Ah, nee, natuurlijk niet. Want kijk, wat staat hier boven? 10 tot de macht min 3. Altijd even kijken waar er boven staat. Hè? Betekent dus dat het juist allemaal ontzettend lage waarden zijn. En dat is ook precies wat we verwachten. Hè? Gassen hebben een lage warmtegeleidingscoëfficiënt. Ze kunnen warmte heel moeilijk geleiden. Het zijn ook ontzettend goede isolatoren voor warmte. Behalve warmtespoffierglijding kan het ook via stroming gebeuren. Stel je voor, je hebt water. Nou, water, vloeistof, dus het zal niet echt goed warmte geleiden, maar er kan wel stromen. En daarmee kan ook warmte worden getransporteerd. Maar stel je voor, je gaat onderin het verwarmen. Als je stof verwarmt, wat gebeurt er dan? Dan zet het uit. Ja? En als het uitzet, krijgt een kleinere dichtheid en dat betekent dat het daarna gaat opstijgen. Oftewel, de warmte gaat omhoog. En dat is dus warmtetransport. Kan natuurlijk alleen in stoffen die kunnen stromen. Oftewel in een vloeistof of in een gas. En zie je dus dat vloeistoffen en gassen zijn minder goede warmtegeleiders. Maar via stroming kunnen ze toch nog wel warmte geleiden. En de laatste manier van warmtetransport is via straling. Op zich een hele belangrijke, want stel je voor, er was geen straling geweest, ja, dan was de energie die de zon heeft nooit naar ons toe kunnen komen. Want ja, daartussen zit het vacuüm en vacuüm, dan kan het niet glijden en vacuüm stroomt ook niet. Oftewel, het moet via een andere manier en dat is via straling. Ja, de zonnehitte wordt omgezet in stralingsenergie en die wordt weer op de aarde opgevangen en geabsorbeerd en dan wordt het hier lekker warm. En zo zijn we weer gekomen bij de warmte. Hoe krijg je warmte tot je? Nou, lekker via stroming of convectie, altijd loodrecht omhoog. Of straling, ja, je ziet hier straling net op, het is geen stroming, maar stroom gaat loodrecht omhoog. Het is echt straling. Of natuurlijk via geleiding. En dan heb je te maken met de warmtegeleidingscoëfficiënt. Pas op dat je handen niet brandt. Nou, genoeg geweest vandaag. Tijd voor een lekkere frisse duik. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het horen en tot ziens.